Hele goedemorgen, we hebben vandaag weer een nieuw sapje. En ik ga voor de Green Goddess. Het is 6:15, dus hij zal wel behoorlijk zwaar op de maag vallen. Nee, 93 gram groente. Nou, wat bad at it. Meiden, hoe voelen we ons? Ik heb liggen maffen, jongen. Oh, dat is echt niet te doen. Op een gegeven moment werd ik gewoon wakker. Ik heb al, als ik klaar ben, van die schokjes krijg, zeg maar. Ja, ik hoorde het. Voordat ik sliep. Nou, dat was blijkbaar gewoon zo hard dat je me hoorde op dat matje. Ik heb jou dus niet gehoord. Ik heb alleen Merel. Ja, Merel lag zo. Nou ja. Dat die mond dan zo dicht open gaat. Ja. Sorry, maar beter dan een snorkel. Ik heb gewoon een snor gedaan. Ik heb eentje. Ik denk dat jij toen dacht, oeh. Ik kan het me echt niet meer herinneren. Ik sliep echt diep wel. Ja, ja. Even lachen om de meid. Ik was dus vanochtend naar sportschool gegaan. Dus dan moet ik om 9:00 op de uni zijn. Dus dan is alles heel vroeg. En dan heb ik eigenlijk altijd tijdstress, zeg maar. Maar wat gebeurt er? Ik had echt veel trek. Want ik kwam net uit de sportschool. En dacht ik, oh, ik moet nog ontbijten. Maar ik had geen tijd. Dus ik dacht, weet je, ik maak gewoon een keer zo'n broodje in plaats van mijn havermout. Want dat is sneller. Want anders moet de havermout nog in de magnetron nog afkoelen. Anders verbrand ik alles. Dus ik dacht, nou, hè, ik maak even een broodje. Dus ik heb een broodje met kipfilet gemaakt. Toen dacht ik, oh ja, shit, haast. Ik neem hem mee. Dus ik denk dus mijn broodje mee te hebben genomen. Ga ik naar de trein. Rijdt die trein niet. Dacht ik, error. Moest ik uiteindelijk met de bus naar de Martinbaan in Nieuwegein. Of Martini? Martinibaan? Martinbaan? I don't know. En dan moest ik van Nieuwegein, zeg maar, weer naar Science Park. Dus het was echt heel irritant. Ik kwam vet te laat. Helemaal niet chill. Ik haat te laat komen. Maar dus ik kom daar aan. Nou ja, ik heb natuurlijk echt me helemaal dood geïrriteerd. Dus ik dacht, weet je wel, ik ga even lekker mijn broodje eten. Kijk in die tas, zit mijn broodje er niet in. Nou, toen had ik echt alle poppen aan het dansen in mijn hoofd. Toen was ik helemaal zat. Dus ik dacht, oké, prima, ik heb geen broodje. Ik ga straks naar huis, dan heb ik mijn broodje. Kom ik hier thuis aan? Ook geen broodje. Dus ik denk dat mijn moeder mijn broodje mee heeft. Maar er was ook geen brood. Dus moest ik alsnog havermout eten om, hoe laat is het? 12:00. Dat is raar. Vond ik raar. Maar sowieso, hoe irritant dat ik dan me helemaal verheug op dat broodje. En nu ben ik dat broodje gewoon kwijt. Dus ik hoop dat mijn moeder hem heet. Anders heeft hij echt pootjes gekregen. En is hij misschien achter me aangelopen. Maar ik ga straks naar de... Hoe heet het ook weer? Maar daar gaan we video's opnemen voor How to Doctor. En ik zie hier dat ik nog wel eventjes een make-upje op moet gaan doen. Want dit ziet er niet uit. Nee. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan gaan we zien. Net een hele video opgenomen met How to Doctor voor How to Doctor Libby. Helemaal gezellig. Dus we zitten nu in een soort spreekkamer. Maar ik voel me helemaal mannetje. Heerlijk spreekkamertje. Ik vind het echt wel shit. Ja, heel leuk. We hebben dus 30 seconds in de spreekkamer opgenomen. Dus dat vind ik wel echt een heel leuk idee eigenlijk, toch? Ben ik goed opgekomen, hè? 30 seconds in de spreekkamer. Dus kan je in 30 seconden vragen stellen. Ik vind het leuk. Leuk, puntje naar mij. Heel. Wat vindt u van mijn nieuwe aankoop? Nou, dat lijkt me heel leuk. We gaan het even openen. Mag ik hem eens uitleggen aan de kijkers wat het is? Ja, nou, dat hoef jij niet te laten doen. Je mag het even uitleggen. Het is namelijk... Een... Oor... Nou, het is niet eens in een doosje. Een oorschoonmaak iets. Een oorschoonmaak. Is dat trouwens wat erin zit? Een visual ear cleaner. Dus je kan... Kijken wat er in iemands oor zit. Dit is toch geweldig. Grappig. Ja. Ik ga het even proberen bij u. Doe dat even, zeg. Nou, dit is het. Dit moet dan zo. Is dat gewoon niet in Nederlands dan? Waarom kan het dan niet gewoon in de iPhone? Hoe werkt het nou? Nou, ik denk in je telefoon. Oh, wacht. Oh, wat hip. Kunnen. Nee, dat kan dus niet. Met zo'n stukje eraan? Of
is dit... Maar dit is wel voor mijn iPad in ieder geval. Laat even bekijken voordat ik het ga judgen. Nou, nu gaat het gebeuren. Is ook geen uitleg. Oh, wel! Dat is wel uitleg. Dat zit ik je net te vertellen in het Engels, in het Frans. Not in the Netherlands. Nou, lekt er niet bij zien staan. Nee, voorin staat welke ze hebben. Moet ik nog een app downloaden? Oh jeetje. Maar waarom kan het niet gewoon in de iPhone? We hebben een poging gewaagd, maar daar heb ik een reet van. Ik ben weer opgelicht. En dan ga ik toesturen. Doeg. Stik de broer. Ga ik terugsturen. Ja. Mm. Wat een onzin. Ja, dat is wel jammer. Ja, ik had er helemaal zin in. Mishpush. Hallo. Zo, mijn haar is weer ontploft. Het is echt niet te doen. Af en toe, letterlijk, word ik wakker en heb ik 3 plukken op mijn hoofd. En soms word ik wakker en heb ik gewoon heel de jungle van Tarzan op mijn hoofd vlieren. Het is niet te doen. Maar het is ook lekker warm buiten. Ik heb vandaag de jacuzzi opgezet. Hij staat, maar er zit nog geen water in. Dus dat moet ik nog eventjes doen. En dan ga ik echt heerlijk bubbelen weer. Ik heb daar zoveel behoefte aan. En vanavond heb ik weer even yoga. Dus ja, helemaal top. Ik kan niet meer zonder yoga. Dus ik ga vanavond weer een lekker zen worden. Lekker pitten. En ik heb dus binnenkort een indeling van de co-schappen die bekend worden gemaakt. En ik heb dus gefilmd met How to Doctor. En nu vind ik het dus een beetje lastig om dan te kijken van... Hey, ga ik How to Doctor plaatsen op de dinsdag, op de woensdag? Want ik dacht How to Doctor Libby woensdag. In plaats van How to Doctor Libby dinsdag. Want Doctor Libby dinsdag is gewoon, klinkt lekker, Doctor Libby dinsdag. En How to Doctor Libby dinsdag is too much misschien. Misschien moet ik dan How to Doctor Libby woensdag. How to Doctor Libby woensdag. How to Doctor Libby dinsdag. Circle of life. Dat weet ik nog even niet. Ik moet nog even uitkomen. En straks lekker lunchen met de meiden. Heb ik ook zin in. En met Piet moet ik nog wat dingen regelen voor vakantie. En ja, verder. Af en toe. Dan praat ik echt mega plat, merk ik trouwens. En soms praat ik ook heel erg met de R. Ik moet er een beetje tussenin zitten. Ik wil niet enorm praten. Enorm. R. Ik wil niet enorm praten met de R. Maar ik wil ook weer niet praten, zeg maar. Dat vind ik ook echt helemaal niks. Nou ja, althans. Tuurlijk, prima als je plat praat. Heerlijk, love it. Alleen ik denk niet dat het heel bij mij past. Zeg ik het weer netjes. Ik denk niet dat het bij mij past. Maar een leuke tussenin. Ik hoef niet helemaal Annemarie Fleur Claire te heten. Maar zit ik ook weer te judge op Annemarie Fleur Claire. Maar wie heet Annemarie Fleur Claire? Niemand heet zo. Ik dacht gewoon aan de clip van Marie Claire, weet je wel? Dus no offense naar Marie Claire, zo'n Annemarie Fleur Claire. Wat ik ook zei, dat bestaat waarschijnlijk niet eens. Dus, en als je zo heet, leuke naam, heb je. Top. 5 reten. Maar ja, dat is het dus denk ik een beetje voor deze week. Ik merk dat ik wel weer even wat meer moeite moet steken in het vloggen. Maar omdat ik dus eigenlijk ook niet zo heel veel doe. Ja, ik doe wel veel, maar keuzevakken. Hè, dan heb ik gewoon heel veel vrije tijd eigenlijk. En tijd die ik moet besteden aan deadlines in plaats van leren voor tentamens. En dat kletst gewoon wat minder lekker. Dus daar moet ik gewoon eventjes aan wennen. Maar dat neemt niet weg dat ik het natuurlijk super leuk vind om alsnog jullie op de hoogte te houden van mijn Libby. Dus ja, ik hoop dat het met de co-schappen allemaal een stuk leuker wordt. Omdat ik dan ook echt wat kan gaan vertellen over de praktijk. Maar voor nu is dit hem eventjes. Ik hoop dat jullie de video met How to Doctor leuk gaan vinden. En 30 seconden in de spreekkamer met. En dan hoop ik ook nog heel leuke andere dokters in de spreekkamer te krijgen. En daar 30 seconds mee te spelen. Dus mocht je een suggestie hebben, laat het dan vooral ook even weten. Doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En tot volgende week.